Zoals altijd verdrongen de studenten zich weer langs het Amsterdam-Rijnkanaal en dronken velen zich moed in om de spanningen van de 77ste fase te kunnen verdragen. En spanning zou er zijn, want van de oude vieren zouden er twee het record breken dat sinds 1932 op naam van Nierhuis heeft gestaan. Na ongeveer 1000 meter begon de grote strijd. Drie ploegen, Njord, Argo en Nierhuis, namen toen een voorsprong op Triton, Egir en Laga, die ze langzaam vergroten. Met dit gevecht, dat de bekroning moest worden van een ijzeren training, leefden de supporters langs de kant hartstochtelijk mee. Nierhuis was achtergeraakt toen Argo uit Wageningen, het dichtst bij de camera, en Njord uit Leiden aan hun fantastische eindsprint begonnen. Deze 77ste fase-etappe kreeg een sensationeel slot, want de strijd eindigde onbeslist. In de algemene verwarring gingen aanhangers van twee ploegen te water. Die van Njord brachten niet alleen zichzelf, maar ook de boot tot zinken.